Christian Bauer ziet zijn carrière een grote sprong maken. De jonge zanger, zoon van de bekende volkszanger Frans Bauer, heeft de eer om als eerste gastartiest op te treden tijdens de concerten van zijn vader op 18 en 19 oktober in Rotterdam Ahoy. Dit bijzondere nieuws werd vrijdag door de 50-jarige Frans Bauer zelf gedeeld via Instagram. In een hartverwarmende video, die Frans op zijn Instagram-pagina plaatste, Overhandigt is een 22-jarige zoon een taart ter ere van de release van Christiaans eerste single, Flinders. In het filmpje stelt Frans zijn zoon ook de vraag of hij de eerste gastartiest tijdens zijn shows wil zijn, waarop Christian enthousiast instemt met een duidelijke ja. Frans beschrijft dit moment in zijn bericht als een machtig mooi moment, wat het belang en de emotionele waarde voor beide duidelijk onderstreept. De nieuwe single van Christian, Vlinders, is nu officieel beschikbaar op Spotify. De jonge artiest is enorm nieuwsgierig naar de reacties van het publiek. Op Instagram schrijft hij dat hij het allemaal behoorlijk spannend vindt. Ja, ik vind het best spannend, geeft hij toe. Het is echt iets heel anders dan wat papa maakt. Dit is echt een popliedje, al dus Christian, die eerder ook aan tafel bij Rensen sprak over zijn nieuwe muzikale koers. Het optreden in Rotterdam Ahoy zal zonder twijfel een indrukwekkend moment zijn voor Christian, zowel professioneel als persoonlijk. Zijn vader, een gevestigde naam in de Nederlandse muziekwereld, geeft hem hiermee een prachtig platform om zijn talent te tonen aan een breder publiek. Deze gelegenheid kan wel eens de start zijn van een veelbelovende carrière voor de jonge zanger, die vastbesloten is zijn eigen muzikale pad te volgen en zich te onderscheiden van de muziek waarmee zijn vader groot is geworden. Christiaans deelname aan de concerten van zijn vader zal niet alleen dienen als een mooie ervaring, maar ook als een belangrijke stap in zijn eigen muzikale ontwikkeling. Het publiek mag zich verheugen op een unieke mix van traditionele klanken en nieuwe pop-invloeden, wat deze shows extra bijzonder zal maken. Terwijl Frans Bauer zijn fans zal tracteren op zijn geliefde hits, krijgt Christian de kans om zijn eigen geluid en stijl te laten horen, wat de diversiteit van het concert alleen maar ten goede zal komen. Met de release van Vlinders en zijn aankomende optreden in Rotterdam Ahoy, staat Christian Bauer aan het begin van een spannende reis in de muziekindustrie. Zijn vader Frans ondersteunt hem daarbij met trots en liefde, en samen bereiden ze zich voor op wat ongetwijfeld onvergetelijke avonden zullen worden.